Een gezellige drukte bij Bibliotheek de Kempen, locatie Bladel, waar Martine Lettery en Rick de Haas een landelijke presentatie deden van een nieuw boek, Verboden te vliegen. Een boek voor de jeugd. En dat gebeurde allemaal in aanwezigheid van groep 5-6 van basisschool Sint-Jan uit Kasteren. Die hadden namelijk een prijsvraag gewonnen en dat ziet u straks. Martine Lettery legt uit aan het publiek en aan de kinderen waar zij haar inspiratie voor het schrijven van dit boek vandaan heeft gehaald. Heeft ongeveer 120 kinderboeken geschreven. Maar ook heel veel boeken die op de Tweede Wereldoorlog zijn gebaseerd. Zo kwam zij op het idee om over postduiven te schrijven. Een hele interessante ontwikkeling van wat kun je allemaal met duiven doen in de oorlog. Berichtgeving natuurlijk, dat is duidelijk en dat snapten alle kinderen. Bram van den Bomen van genoemde basisschool Sint-Jan uit Kasteren won de prijs. Hij tekende een geweldig mooi duivenhok. Een normaal huis eigenlijk, alleen dan voor duiven. En dan had ik een brievenbus voor de postduif, die kon de post in doen. Boven de slaapkamer, een deurbel voor sperten, die kunnen dan op gaan tikken. En dan de deurbel, een normale deur en dan de naam, dat ze weten dat ze bij de familie duif zijn. En hij mocht de prijs daarvoor in ontvangst nemen. Het boek Verboden te vliegen. En je hebt meegedaan aan de prijsvraag. Hoe ging dat? Ja, best wel goed. En ja, thuis om het heel goed met de tekening te maken. Wat was de opdracht? Je mocht een tekening of een of met hout of met papier mocht je een duifhok maken. Ja. En dan, dan zou de schrijfster en de tekenaar die zou dan het hok uit gaan zoeken die ze het mooiste vonden. En dan wie hem ingestuurd had, die was dan eregast bij, bij de boekpresentatie. Ja. Ja, die meneer, Rick de Haas, die die tekeningen maakt in het boek, die was zeer onder de indruk van jouw tekeningen. Ja. Hoe lang heb je erover gedaan? Ik denk 3 weken. Hey, en de hele klas blij met jou? Ja. Want die mochten vanmiddag allemaal naar de Biep in Bladel, hè? Ja. Ja, oké. Okay. En de prijs natuurlijk, hè? Het boek, laat hem eens even zien. Zo. Oké, okay. Verboden te vliegen, dat geldt niet voor jou duiven, hè? Nee. Nee. Is dit een bewuste keuze naar de aanloop 4 en 5 mei om de jeugd ergens bewust van te maken? Ik schrijf vaker over de Tweede Wereldoorlog, maar inderdaad vind ik dat heel belangrijk om verhalen zo te vertellen dat ze zich bewust zijn van wat er is gebeurd. Ja. Een fascinatie voor geschiedenis en dat in, als ik het wat denigrerend zeg, misschien in ot- en sientaal over te brengen op de jeugd. Waar komt dat vandaan? Het heeft denk ik met mijn familiegeschiedenis te maken. Mijn grootvader is weggevoerd in de Tweede Wereldoorlog en in concentratiekamp Neuengamme gestorven. Ik denk dat het daarmee te maken heeft dat het toch maar verteld moet blijven worden. Ik denk dat de meeste mensen het antwoord wel kunnen raden, maar waarom vind je lezen zo belangrijk? Lezen biedt je perspectieven op een bredere wereld, een ruimere wereld. En eigenlijk als je niet kunt lezen, dan heb je al een enorme achterstand. En je leert lezen als het eerst maar eens lekker leuk is. Als je mooie verhalen kan lezen, dan is lezen ook leuk. Rick de Haas, illustrator. Een hele klus om alle teksten van mooie tekeningen te voorzien. Wat maakt illustraties zo sterk? Om te doen, bedoelt u? Ja, en om te zien bij de teksten? Nou, het begint altijd met de tekst. De tekst moet mijn hersens aan de gang zetten. En dat was zeker bij dit boek, werkte dat enorm. Ik denk, de tekeningen die ik heb gemaakt is misschien een kwart van alles wat ik had willen doen. En hoe lang doe je er dan over? Want ik zag jou straks even op dat beeldscherm. Hè? Daar zaten we mee te kijken hoe je, terwijl Martine sprak, maakte jij de tekeningen erbij. Dat gaat in een razend tempo. Ja, dat gaat in een razend tempo. Maar wat niet? Nou, ik stel dat er een top 5 in Nederland is van notoire te-laatkomers en deadline-overschrijders. Dan, nou, dan sta ik nummer 2 of misschien wel nummer 1. Nee, als ik thuis aan het werk ben, dan is het, dan denk ik veel meer na. Hier hoef ik niet na te denken, maar thuis verdoe ik heel veel tijd met nadenken. En dan
doe ik er 10 keer zo lang over. Na de uitreiking van de prijs aan Bram van de Bomen ging groep 5-6 naar buiten, waar Jacques van der A 10 postduiven door hen liet loslaten. Zeer symbolisch, maar heel leuk om te zien. Hij komt dadelijk.